Hou je vast, jij gaat je eigen operatie uitvoeren. Meen je? Dat is serieus. Dat ga jij echt doen. Hallo lieve mensen, ik ben Frank en in deze serie trek ik gamers achter hun scherm vandaan en check ik of er beroepen zijn waarbij hun gameskills echt goed van pas kunnen komen. Dit is Away From Keyboard. Mensen, geen paniek. Ja, oké, we zijn vandaag te gast hier in het ziekenhuis Franciscus Gasthuis en Vlietland. Maar er is niks aan de hand. Ik ben gezond. Beetje zwaar, zoals jullie weten. Maar vandaag hebben we een hele leuke dag. Want vandaag ontmoeten we gamer Billy. Billy die gamet al jaren. En wij gaan vandaag kijken of dat jarenlange ervaren van gamen uiteindelijk haar gaat helpen met wat ze vandaag gaat doen. Want Billy gaat aan het einde van de dag helemaal zelf een operatie uitvoeren. Kijken of gamen levens gaat redden. Deze neem ik even mee. Billy! Ja, hey, daar is ze. Daar is ze. Ja, het is misschien een beetje raar, maar ik heb een rolstoel. En dan ga ik jou gewoon even vervoeren vandaag. Nou, top. Is dat goed? Ja. Heerlijk, meid. Goed. Heppa. Beetjes binnenboord. Heb hem. Hoppa, gaan we. Let's go. Hoi, ik ben Billy, 22. En ik ben een gamer, streamer. Ik denk dat je het op die manier best kan beschrijven. Ik stream ook echt als mijn werk, dus ik heb van het game ook echt mijn werk kunnen maken. Dus dat is super tof. Ik hou van Minecraft, Animal Crossing, ik speel best wel veel Mario Kart. Maar ik vind het dan ook leuk om andere dingetjes te doen hier in mijn studio, zoals het bouwen van Lego of eigenlijk een beetje kopje thee drinken en gewoon gezellig een beetje babbelen. Het leuke van Mario Kart is dat ik het dus altijd doe met mijn kijkers. En we spelen ook echt wel toernooitjes. Kijk, hoppa, al gefixt. We zijn vandaag in het ziekenhuis. Heb je enig idee wat we gaan doen vandaag? Ik heb geen idee eigenlijk. Je hebt eigenlijk geen idee? Nee. Nou, hou je vast. Jij gaat, ja precies, goed. Ja, ja, ja. Aan het einde van de dag, vandaag, je eigen operatie uitvoeren. Meen je? Dat is serieus. Dat ga jij echt doen. Dus ik hoop dat die game skills die jij een beetje ontwikkeld hebt afgelopen jaren, daar een beetje bij gaan helpen. Ik hoop het ook. Zo, Billy, hier zo, zijn we. Het is Meerte, maar eerst papa en mama gaan even praten. Kom zo even lekker bij je terug, ja? Dan blijven we hier zo even wachten. Nee, tuurlijk niet. Kom erbij. Meerte, leuk je te ontmoeten. Dit is Billy, ik ben Frank. Ja, hi. Hoi, hallo, ik ben Meerte. Ik heb hier voor jullie de HoloLens. Je kan je bril eroverheen zetten. Oké, okay, cool. Even iets zo doen. Ja. Even opdoen. Oké. Okay. Dan zie je daar een patiënt zitten. Oh ja! Jerry Reeves heet deze patiënt. Is dat geen rare ex van jou, Billy? Nee, gaat goed. HoloLens gebruiken wij om verpleegkundigen te scholen. Wat je hiermee oefent is klinisch redeneren, noemen we dat. Kijk naar de patiënt, je observeert van wat zie je nou eigenlijk. Dus misschien kun jij ook vertellen wat je ziet? Hij heeft best wel wat plekken op zijn gezicht. Ja. En zijn hand ligt ook best wel open. Oh, kijk. Ja. Ja. Nee, dat ligt wel open, ja. Ja. Dat is ook echt een ding. Oh, nee, hij gaat steeds meer naar beneden. Hij gaat nu gewoon dood. Dat is inderdaad wel een stuk verbetering, ja. Jerry heeft een allergische reactie, dus op de antibiotica die hij in het begin heeft gekregen. Ah. En daardoor valt hij weg. Maar we kunnen ook nog even een andere patiënt bekijken als je wilt. Frank, wil je ook even meekijken? Ik dank je wel, Meerte. Ik zou heel graag mee willen kijken. Ja, snap ik. Ga ik even kijken wat nou echt het probleem is. Ja. Dus als je nu op dan klikt, dan verschijnt het als goed is een skelet. Yo. Kijk, daar is hij. Hij staat wel schuin. Hij staat een beetje achterover geleund. Kan er nu wel ook op klikken en zo, dan kan je een beetje... Ja, klopt. Een beetje porren en zo. De onderdelen kun je pakken, je kan ze aanklikken. Oh, je kan ze pakken? Oh, yo. Ja, kijk, ik zie Billy heeft al iets vast. Dus zo kun je ook echt helemaal in de organen kijken. Wij gebruiken dit echt om te scholen. Dus om verpleegkundigen en artsen onderwijs te geven. Dus dat maakt eigenlijk dat je heel veilig samen met collega's kan oefenen, erover kan hebben, over het ziektebeeld kunt hebben, zonder dat eigenlijk een echte patiënt daar last van heeft. Jongens, ga maar op zoek naar de endodarm. Ja. Kijk, wat zie ik? Het zit binnendarm, dikke darm, ik allemaal eruit gegooid. Nou, ik dacht dus dat ik hem had. Maar ik ben hem dus kwijt. Oké, ja. Ja, we zijn de endodarm kwijt, jongens. Zo. Oeh. Dat was hem. Endodarm wel gevonden. Maar toch een beetje kwijtgeraakt. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Voor zover
dit, de eerste oefening. De basis hebben we, maar inderdaad. Wat komt hierna? Ja, jullie zijn goed voorbereid. En nu kunnen jullie naar het volgende onderdeel gaan. Alleen, ja, daar hebben jullie nog wel dus andere kleding voor nodig. Zo, Billy. Ja. Dit is hem volgens mij. Dit is wel een ruimte, ja. We gaan ons even omkleden, denk ik. Mm-hmm. Is dat genoeg? Wat voor maat heb jij? Wat denk je? XXL? Ja, precies, daar gaan we al. Okay, die heb ik hier. Oké. Okay. Wat vind je ervan? Ik vind het mooi. Ik vind het goed staan. Groen, ja. Goede kleur. Hallo meneer. Hey. Frank, aangenaam. Hey, ik ben Robert. Ja. En dit is de robotkamer waar we opereren met de operatierobot. En die willen we laten zien. Dit is de Da Vinci-robot, het gedeelte wat aan de patiënt gekoppeld wordt. Oké. Want daar wordt de robot bediend. En voor wat voor dingen gebruiken we de robot nou eigenlijk in het echt? Normaal gesproken wordt deze robot gebruikt om wat moeilijkere operaties te doen. En dan moet je vooral denken aan dikke darmoperaties en nieroperaties. Willy gaat vandaag een virtuele operatie doen met de operatierobot. Jij bent natuurlijk wel een ervaren gamer. Maar natuurlijk. Want oogcoördinatie... Ik speel ook piano, hè? Oké. Nou dat gaat zeker helpen. Kijk. Want u speelt ook piano? Ik speel ook piano. En dat is dan, merk je, met handen en voeten, dan is dat, dan werkt het wel goed. Je hebt ze alle vier nodig. Ja. Hoe voorzichtig moet ik zijn, is vandaag. Ja, je moet wel een beetje voorzichtig zijn, want de robot kost ongeveer 1,2 miljoen. Ja, dat is wel een aardige duur inderdaad. Ja. Dit is de plek waar we de chirurgen trainen die met de robot gaan opereren. Mm-hmm. Je kan hier de simulatie zien. Dat is een programma, hè? Dat is geen echte patiënt. En zijn handen heeft hij bedieningselementen met allemaal gewrichtjes. Okay. En dan gebruikt zijn voeten om de camera te bedienen. Je gaat straks een virtuele operatie doen, maar je kan eerst oefenen op de simulator. Even goed instellen. Ja. De juiste instelling is dat je ook qua ergonomie goed zit. Oké. Nu kun je die ring vastpakken. Ja. En kleur op kleur. Hoppa. Waar is deze oefening nou precies goed voor? Ze moet de instrumenten leren kennen en weten hoe de instrumenten reageren op haar handbewegingen. Ik vind het best knap dat zij nu al meteen het in één keer kan. Ik moet wel zeggen, het lijkt wel een beetje op een PlayStation controller. Ja, daar lijkt het heel erg op, hè? Ja, ja. Misschien dat chirurgen zelf ook heel erg goed zijn in gamen dan. Ja, dat zijn ze zeker. Ja. En mensen die veel gamen, die hebben dit ook eerder door. Ik zou dit wel een upgrade vinden van een controller. Stukje feedback naar PlayStation. Kijk, ja, exercise komt. Nu gaan we kijken wat voor super je hebt. Ja. Kijk eens, ik denk dat je 80 hebt gehaald. Of zoiets. Ja, kijk eens, 82. Ja, je moet naar de 100. Ik mag chirurg worden, hè, met deze school. Met deze school mag chirurg worden. Dit ging goed, toch, jongens? Dit ging heel goed, ja. Ja. Billy is nu klaar voor het echte werk. Let's go, daar gaan we ook. Ja. Oké. Wordt nu geactiveerd, zie je? Ja. Het is best wel intimiderend als het op je afkomt. Ja, het is een groot ding. En ben je er nu een beetje klaar voor? Of, ik vind het wel een beetje spannend. Ja, maar dit is gewoon een echte patiënt. Hè? Die heeft gewoon een flink ongeluk gehad. Die heeft helemaal interne bloeding. Het is helemaal verschrikkelijk. Ringetjes heeft hij overal nodig. En jij moet dit nu allemaal gaan fixen. Het wordt heel heftig. We gaan het zien. We gaan het zien. Spannend. Heel spannend. Nee, je moet hem even draaien. Oké, Billy, dan is jouw robot ingesteld. Vet. Kun je aan de slag? Billy, dit is hem. Je hebt 60 seconden de tijd om alle ringen door de spikes te doen. Het zijn er best wat. Het zijn er best wat, inderdaad. Ben je er klaar voor? Altijd. 5, 4, 3, 2, 1, go. Daar gaat ze. Oké, is nummer 1. Hier gelijk, dat is een beetje moeite, ja. Oké. We hebben nog iets meer dan 30 seconden. Oké. Dat is een wat dikker. Ja, dat is een dikkere spaar. Die tellen we. Die tellen we ook goed. Ja. Die zit ook. Oké, Billy, nog 20 seconden voor 2 ringetjes. Neem je tijd. Wat gebeurt hier dan? Nee, dit kan toch niet? We zoomen tegelijk? Ja, wauw. Nee. Kijk eens. Oh mijn god, dit is... Dit is applaus, hoor. Dit is applaus.
Misschien kan ze hier komen werken. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Goed gedaan, hè? Zijn er trotse chirurgen hier? Ja, supergoed gedaan. Ja? En wat dacht je bij die laatste? Dat je dacht van oké, ik heb gewoon tijd over, ik ga hem gewoon in één keer tegelijk doen. Ik zag al dat er in het scherm al ruimte was voor twee tegelijk. Dus ik dacht van ze liggen zo bij elkaar, ik ga er gewoon voor. Ja, en uiteindelijk pakte het. Wel een beetje show van zitten. Ja, dat is het. Ik stond er wel een beetje van te kijken. Ja. Maar nee, super. Ja, ik zie het wel, hè. Dus je pikt het snel op. Hè? En met name dat je met je ogen hier bezig bent en met je handen hier, dat zie je gewoon dat je dat al vaker hebt gedaan. Ah, Billy, dit was wat, hè? Dit was vet. Ik ben hartstikke trots op jou. Ja, thanks. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het echt heel leuk. Ik zag het aan je. Hele overtuigd. Je weer glimlacht helemaal. Ja. Nee, je hebt genoten vandaag. Was een leuke dag. Ja, ik ook. Nou, mooi zo. Mensen, mag ik jullie hartstikke bedanken. En voor de gamers thuis, hè? Word chirurg. Ja, het is een lijpe studie, maar je kan het uiteindelijk wel als je goed bent in gamen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En zie je elkaar snel. Ciao. Joep.